Welkom bij de kruidenheksen. Ja, ja, wij dachten we gaan even een vuurtje maken, ja. Want het weer viel een beetje tegen. Nogal. Ja, dus dan kun je toch even een beetje opwarmen op die manier. Ja, heerlijk hè. En ja, wat we gaan doen, we gaan deze keer laten zien hoe je een balsambar maakt. Voor de verzorging van spataderen. En ja, het is natuurlijk helemaal niet zo leuk om spataderen te hebben. En nee. Denk dan vooral op de lange termijn. Want ja. Ja, kijk, een tovermiddel, dat weten jullie ook wel, is er niet voor. Maar je kan wel met natuurlijke ingrediënten, kan je het zichtbaar verminderen. Maar je kan er ook voor zorgen dat het op de lange termijn niet erger wordt. Inderdaad. Dus soms moet je denken van, oké, het gaat niet weg. Maar wat kan ik toch doen? En het wordt in ieder geval niet erger, zeg maar. En dat is denk ik wel het ergste als je die spataderen hebt. Dat je bang bent dat het nog erger wordt. Ja, of dat je steeds meer pijn eraan krijgt. En zeker met ouder worden. Ja. Je ziet het met deze balsem ook zichtbaar verminderen. Dus je ziet zeg maar zichtbaar de aderen toch rustiger worden. En minder aan de oppervlakte. Dus ja, het is wel de moeite. En alleen al om iets voor jezelf te maken met liefde. En elke dag zoiets met liefde te gebruiken, ook dat werkt. Ja, zeker. Want kijk, alleen maar wegkijken van dingen, ja, het helpt niet. Dus als je zelf daar een stukje liefde en aandacht mee kan geven, doordat je een mooi product hebt, ja, ook dat is er gewoon goed voor. Ja, zeker. Dus gewoon nou, toch je vrouw zijn vieren. Om dat te verzorgen natuurlijk. Ja. Ja, het is overigens niet zo dat alleen vrouwen er last van hebben. Ook, er zijn ook mannen die er inderdaad last van hebben. Ja. Dus, maar goed, we gaan jullie daarmee op weg helpen en ondertussen zijn we blij om aan een vuurtje te zeker zitten. Zeker weten, dat is heerlijk. Ja. We hebben zo'n schattig klein vuurtje gemaakt. Ja, heerlijk. Nou, dan gaan we daar eens mee aan de slag. Doen we. Ja. Kijk, even laten zien wat we gaan maken. Kan jij zien of het zo goed is? Ja, het is helemaal goed te zien. Kijk, dat is een bar, een balsambar, die je dus in je hand kan pakken en op. Ja, die kan je gewoon op je aderen smeren, zeg maar zo. Ja. En ja. Dan nagelang waar je de spataders waar je er last van hebt. En dat is dus handig, want je kunt dit gewoon in de hand pakken en dan aanbrengen. En dan hoef je ook niet. Ja, het is een heel fijn formaat om, om iets mee te doen. Ja, dus dit laat ik even aan jullie zien. Dit gaan we dus maken, want anders heb je misschien totaal geen beeld van wat het dan moet zijn, zoiets. Ja. Nou leg ik hem even weg, want het vuur is warm. Nou, en wat hebben we daarvoor nodig om dat te gaan maken? Hè? Ja. Het pannetje moeten we eerst even neerzetten, denk ik. Nee, want hij is zo meteen pas voor het uitzeven. Oké. Eerst maar even de kruiden laten zien. We hebben nodig 10 goudsbloemen ongeveer. Ja, dat is ongeveer deze hoeveelheid. En als ik dit was voor mij een hand. Ja, en die doen we erin omdat het de structuur van de aders verbetert. Het remt ontstekingen en het vermindert zwellingen. En het laat ook nog eens een keer dat zware gevoel wat je met spataderen in je benen kan hebben verminderen, zeg maar. Ja, mooi hè? Ja, zeker. Ja. Dan hebben we nodig vlier. De vlier. En dat, kijk, dat zijn gewoon zeg maar 10 blaadjes. Gewoon met takje en al. Dat pluk je zo buitenaf. En wat ik dan doe, is ik knip dat gewoon. Als jij het pannen. Ja, dus ik knip dat gewoon in stukjes. Zo. Ja. Dat is het makkelijkste. En die vlier die gaat erin omdat hij de pijn verzacht. En het verbetert de bloedsomloop. Ja, vlier werkt tegen spataderen. Ja. Nou, dan hebben we nog weegbree nodig. Ja. 4 blaadjes. Weegbree. Daar laten we zo ook nog even de plant van zien. Plantje wat je eigenlijk overal tegenkomt. Ja, en weegbree werkt samentrekkend bij spataders en vermindert ze daardoor. Ja, dus het is een astringerende werking, een samentrekkende werking. Waardoor die aders dus minder groot worden en daardoor ook minder opvallend. Ja, dan hebben we nog smeerwortel nodig. Ongeveer zoveel. Dus de wortel. Ja. De wortel van de smeerwortel. En kijk eventjes naar de EHBO-balsem van smeerwortelcreme. Smeerwortel, ja. Want dan kun je zien
hoe dat je dat... Hoe je de plant vindt en hoe je de wortel eruit haalt. Want ja. Die is wel belangrijk ook in deze balsem. Ja, want die geneest dus ontstoken spataders en ze vermindert ze ook nog. Ja, ja, smeerwortel is zo'n mooie, waardevolle plant. Ja. Dus dit zijn dan de kruiden die je op rijp zet. Ja, nou daar hebben we het al vaker over gehad. Hè. 180 milliliter olijfolie. Ja, je doet dat in een pannetje met die 180 milliliter olijfolie. En deze moet je 4 dagen op rijp zetten, zei jij, hè? Ja, deze heeft 4 dagen nodig. En wat je dus doet, is je verwarmt je olie. Je zorgt dat die niet gaat frituren, dus gewoon heet laten worden. En dat duurt echt heel kort op laag vuur. En als die goed heet is, dan zet je hem af. Je roert hem door. Je doet er een dekseltje op en dan zet je hem weg. En dat doe je 3 keer per dag, 4 dagen lang. En dan heb je, die hebben we meegenomen, dan heb je dus de olie. Kijk, zo zien de kruiden er dan uit, helemaal geslonken. Ja. Maar je ziet wel, er zitten veel kruiden in deze balsem. Ja, hè? Er is bijna niks meer aan olie over. Het is echt zou je kunnen een zeggen, geconcentreerde hè? Balsem. Ja. Daardoor is die ook zo medicinaal. We zetten hem erop. En dan zeven we hem uit. Ik vind vooral altijd de geur van goudsbloem. Geeft een hele prettige, voor mij natuurlijk herkenbare geur. Jullie zullen daar misschien niet direct een associatie bij hebben. Maar ik vind het geeft een soort warme, lieve geur, goudsbloem. Ja. Dat ruik ik dan goed, die calendula. Nou, deze moet je dan goed laten uitlekken. Hè? Je mag hem niet uitduwen, want je hebt verse planten gebruikt. Ja, en dan druk je eventueel vocht in je balsem. Dus ja. Dat doe je niet. Je laat mag hem gewoon... wel bij je gedroogde kruiden overigens. Dan mag je hem wel uitduwen, maar hierbij dus niet. Kijk, je mag hem wel een klein beetje aanduwen, maar niet dat je gaat persen erin, zeg maar. En als je nou denkt van, kijk, nou heb je dit zo uitgezeefd. En dan zou je denken, wat kun je hier nu nog mee? Dit hoef je niet weg te gooien. Nee, zeker niet. Doe het lekker in je voetenbad of gewoon in je bad. Ja. Want dit is dit is een heerlijke combinatie om daar nog voor te gebruiken. Dus dat doen wij gewoon terug in ons pannetje. Ja. En dan gebruiken we thuis nog een keer. Ja. Nou, nu moeten we het dus verwarmen, hè? Even verwarmen met... Die kan er vast bij. De koolzaadwas. Oh, die staat aan deze kant. Ja, 25 gram. Want dat zorgt ervoor... Dat het een mooi blokje wordt, zeg maar. Dat het een bouw wordt. Ja. Dus ik heb hier 25 gram. Dit is trouwens helemaal geurloos, die koolzaadwas. Ja. En dat moet dan helemaal oplossen, hè, daarin. Ja, dat moet even oplossen. En dan kan er ondertussen wel alvast de arganolie bij. Een eetlepel arganolie. En dat is gewoon heel waardevol bij de verzorging van spataderen. Want het werkt daar goed tegen. Het geneest ze. Dus een kostbare olie. Heel waardevol ingrediëntje ook weer. Dus je ziet wel weer wat we doen. Hè? We zoeken altijd de combinatie van verschillende natuurlijke middelen bij elkaar. Dus ja, eigenlijk want die versterken elkaar. Ja, hè? Het is de kracht van de combinatie. Ja. Veel mensen zoeken één middeltje en gebruiken één dingetje. Maar zoek de combinatie van natuurlijke... De natuur geeft... Je al die producten, waarom zou je ze niet allemaal gebruiken? Die arganolie die vermindert trouwens spataders. En het is heel erg hydraterend en voedend voor de huid. Dus ja, dat is ook wel heel erg fijn natuurlijk. Want je wil niet dat je huid gaat uitdrogen. Ja, arganolie is echt goud. Ja. Nou moeten we heel even... Vitamine eventjes... E kan er ook al ja, in, hè? Ja, dat is waar. Dat kan er wel al in. Ja. Moet ik nog even pakken. Zoals ik... Leg er maar een blokje op. Ja, inderdaad. Zo, we zijn weer aan het filmen. Ja. Eens even kijken. De vitamine E. Ja, de vitamine E. De brander mag nu af. Hebben we dat dingetje daarvoor?
er nog af? Nee, die ligt in de tas. Anders zet ik hem gewoon even opzij. Dan gaan we gewoon even lekker verder met het pannetje. Ja. Zo, kijk, de koolzaadwas is mooi gesmolten. Dus nu doen we de vitamine E erbij. 20 druppels. En bij de capsules die wij nu hebben zijn dat 4. Ja. Het mooie is, aan vitamine E is heel goed ter behandeling van spataders. Maar we gebruiken het hier ook in omdat het een natuurlijk conserveringsmiddel is. Dus ja, daar is het dan weer een voordeel op voordeel, zeg maar, hè? Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Wat we nu nog nodig hebben is de patchouli. Ja, kan die er nu al bij? Want hij is nu natuurlijk nog heel erg warm. Ja, dat gaat wel. Ja. Oké. Kijk jij eens even. Maar moet je kijken, wat een leuk flesje. Ik vind het toch even de moeite waard om te laten zien. Ja, hebben wij de 20 druppeltjes, 20 druppeltjes patchouli in gedaan. En patchouli is dus een hele goede olie voor spataderverzorging. Ja. Nou, het wij, werkt ontzwellend op die spataderen. Die spataderen kunnen nog wel eens dik zijn. Ja. En ja, het laat dus eigenlijk die spataderen dus gewoon een beetje slinken. Ja. Nou, wat je dan vervolgens nog doet. Ik zal eens even laten zien wat voor mooie vormpjes dat we hebben. Je kent ze misschien wel gewoon van het bakken. Ja, kleine bakvormpjes. En daar giet je je mengsel in. Dan zou je misschien denken, oh jee, ik krijg het er nooit meer uit. Maar dat is niet zo, want het is balsem. Dus het is olieachtig. Dus het enige wat je hoeft te doen is als ze uitgehard zijn, eventjes te tikken op je aanrecht bijvoorbeeld. En dan zijn ze er al uit. Ja, en mocht het nou echt niet gaan, dan kan je altijd nog eventjes dat bakje oppakken en een klein beetje warm water dompelen. Dan wordt het bakje warm en dan laat hij gelijk los. Wil jij nog een keer de bar halen? Laten we hem nog een keer zien. Och. Knoeien. Zometeen maar even op mijn handen smeren. Nou, dan komt hij dus inderdaad uit het bakje. Je en dan ziet, ziet hij er zo uit. Vorm. Dan ziet hij er zo uit. Kan je hem gebruiken. Dus de was die zorgt ervoor dat het stolt. En dat je dus je medicinale bar hebt die je zo kan gebruiken op je benen bijvoorbeeld. Ja, ja het is gewoon ja, heerlijk. Het is eigenlijk toch wel een verwennerijtje. Voor iets wat misschien niet zo leuk is om te hebben, maar dat je toch een verwengevoel erbij kan klopt, hebben. Ja, klopt. Ja. Nou. Nou, we hopen dat we jullie weer een stukje op weg hebben geholpen met een liefdevolle verzorging. Ja. Hè? De natuur is zo mooi en er zijn zoveel mooie toepassingen voor. Als je weet hoe je ze in kan zetten, dan heb je er echt steun aan. Zeker. Ja. En we weten ook wel dat het voor sommige mensen moeilijk is om het zelf te maken. En we krijgen best wel vaak het verzoek of wij het voor... Nou ja, of wij het voor hun willen maken, zodat ze het kunnen kopen. Maar we hebben op dit moment geen webshop. Maar die zijn we aan het opzetten. Ja, omdat er juist zoveel vraag naar is. Hè? Ja. Zodat we jullie ook kunnen helpen als je zegt van nou, ik vind het lastig. Of ik ben niet in de gelegenheid. Of ik vind het te ingewikkeld. Dan maken wij het met liefde voor jullie. Ja. En we zijn er nog wel eventjes mee bezig. Want ja, over een maand of twee, drie. Wat we doen, doen we goed. Ja. Maar nou, dan kunnen we jullie ook op die manier nog helpen. Ja. Maar in ieder geval, Ja, het is fijn denk ik dat de mensen op de hoogte zijn van dat we, ja, dat we daar dan mee bezig zijn ook. Ja. En verzorg jezelf goed. Hou van jezelf. Ja. Het is gewoon zo. Tot de volgende kruidenheksen. Doeg. Doei!